Als je aan bronwater denkt, zie je waarschijnlijk zoiets als dit voor je. Kristalhelder, ijskoud water uit een kabbelend bergbeekje. Maar veel bronwater komt gewoon uit Nederlandse bronnen. Dus hoe ziet zo'n bron er dan uit? Wat is die bron van ons bronwater? Het begon hier op de Utrechtse heuvelrug als het pure regenwater van zo'n 1200 jaar geleden. Je wist het misschien niet, maar Nederland is onder de grond minstens zo nat als erboven. Bronwater is gewoon altijd geïnfiltreerd regenwater. En dat regenwater dat kan kort geleden gevallen zijn en ondiep zitten. Maar het kan ook regenwater zijn wat 30.000 jaar geleden is gevallen. Nederlands bronwater is eigenlijk niks meer dan stokoude regen. Bijvoorbeeld gevallen in de Veluwe, Zuid-Limburg of op de Utrechtse Heuvelrug. Gefilterd door honderden meters zand. En van bovenaf afgesloten door dikke lagen klei. Een bron klinkt heel idyllisch. Hè? We krijgen altijd van die mooie beelden van dat er ergens water uit de rotsen komt stromen. Maar die bronnen waar wij het hier over hebben, dat zijn gewoon boringen waar je een buis in plaatst. Om in Nederland een bron te maken, moet je een pijp net zo ver de grond in rammen tot je bij bronwater bent. En dat kraakheldere, zuivere water omhoog pompen ziet er niet per se heel idyllisch uit. De Frankenbron met eeuwenoud Veluwewater ligt op een industrieterrein in Ede. De Idel- en Siveresbronnen met Zuid-Limburgs bronwater liggen achter dit hek in Hoensbroek. Het is gewoon de plaats waar het gewonnen wordt, gebotteld wordt en weer getransporteerd wordt. Je hebt de Mierlobron in het Brabantse Mierlo en de Anlobron in het Drentse Anlo. De Barle-Duc-bron in Utrecht met water uit de Utrechtse Heuvelrug ziet er zo uit. En niet veel verder, bij Bunnik, ligt zijn broertje, de Soulcy-bron, met zijn buis in precies dezelfde aardlaag. Net zoals trouwens het Utrechtse drinkwaterbedrijf. Bij mij op kantoor in Utrecht, daar komt mineraalwater uit de kraan. Het is hetzelfde water als gebotteld wordt door Soulcy en Barle-Duc. Als je in Utrecht woont, drink, douche en trek je je wc dus door met Barle-Duc en Soulcy bronwater. Hetzelfde gebeurt ook in Noord-Brabant en in Drenthe. En zo komt bij veel Nederlanders bronwater gewoon uit de kraan. Voor net even wat minder geld als in een flesje. 1000 liter kraanwater kost ongeveer 1,5 euro. Een fles mineraalwater kost ook meer dan een euro. Dus dan weet je het al, hè?